Goedemiddag. Lewis Hamilton en Lance Stroll zijn niet bestraft door de FIA voor het hinderen van coureurs tijdens de tweede vrije training. Ja, hiermee blijft de FIA dezelfde lijn van de afgelopen twee races doortrekken. Hamilton moest bij de stewards komen omdat hij Stroll aan het ophouden was. En daarvoor krijgt de Brit dus geen straf, want het wordt namelijk gezien als een onderdeel van een situatie waar Stroll voor bij de stewards moest komen. Want ja, Stroll was zelf namelijk ook in dezelfde training betrokken bij een incident met Carlos Sainz, maar ook hij krijgt daar geen straf voor. Ook Yuki Tsunoda, die ook Sainz zou hinderen, krijgt daar ook geen straf voor. Ja, Ferrari lijkt weer onwijs sterk op de baan en Max Verstappen erkent de positie van de Italianen. Maar na vandaag is hij vol vertrouwen dat hij en Red Bull Racing het komend weekend het gat kunnen dichten en kunnen vechten met Ferrari. Ferrari kwam zowel in VT1 als VT2 als snelste naar boven drijven, terwijl Verstappen het in beide trainingen wat lastig had met de afstelling van de auto. Tijdens de eerste training en het begin van de tweede misten we een beetje balans. Voor de laatste run hebben we de auto wat veranderd en vanaf toen voelde ik me een stuk gelukkiger. We staan een klein beetje van Ferrari af, maar ik denk dat we tijdens het weekend een stukje spannender kunnen maken. Je weet niet hoe het morgen gaat, maar voorlopig zien ze er erg sterk uit. We hebben nog een hoop te doen, maar we zijn wel bijna daar waar we willen zijn. Sluit hem af met Sebastian Vettel, want hij heeft namelijk een boete van €5.000 gekregen voor op het circuit rijden met een scooter. Ja, dit gebeurde allemaal tijdens de eerste vrije training toen de auto van de Duitser het begaf. Vettel moest vervolgens nog een heel stuk afleggen richting de pits, maar besloot dit maar te doen met een scooter. Iedereen moest erom lachen, behalve de FIA, die heeft namelijk maar besloten om de Duitser een boete van €5.000 te geven. Nou goed, blijkbaar kan dus niet iedereen daarom lachen. Was hem dan het GPFans nieuws van de vrijdagmiddag. Voor dit een leuke video, laat het dan even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Tot morgen. Hoi.